Maart Stockhausen, welkom. Stockchen? Stockchen? Ja, Stockchen? Stockchen. Stockchen. Zeg maar Maarten. Dan moet je vaak uitleggen hoe je dat spelt, denk ik ook. Ja, ik zat erop te wachten. Ja. Ja. Directeur cultureel maatschappelijk podium De Cargador. Ik ken een cargador alleen als een scheepsmakelaar. Het is een logistieke term ook, ja. Ja, het is een logistieke term, maar dit wordt een K gespeld. Ja. Ja, dat is de Engelse term, cargador met een C. Wij zien het als, er is een tekening van Anton Pieck van lang geleden. Van de Weert Singel in Utrecht. En dan die tekening heet Cargador. En dan zie je een mannetje achter een karretje. En dan die duwt de kar over de Singel. Over de Singel, ja. Dus wij zien dat als een verbinder. En dat is wat wij doen. Ah. Dus wij brengen, er zit wel een verhaal achter. Natuurlijk zit er een verhaal. Daarom kom ik erop. Daarom begin ik maar erop. Dat hebben we niet zelf bedacht, want we bestaan al 62 jaar. Dus dat... Echt waar? Ja, ja. En ook in Utrecht? Altijd op dezelfde locatie in Utrecht. In Utrecht, aan Oudegracht. Ja. Een mooie plek. Superplek. Ja, wat doet jullie centrum? Waar staan jullie voor? Voor verbinden natuurlijk, maar hoe? Op welke manier? Nou, wij zijn 6 dagen per week open, van 's ochtends vroeg tot middernacht. Werken met 40 vrijwilligers, ook leuk om te noemen. Die vinden daar hun plek. En wij willen laagdrempelig mensen bij elkaar brengen. En eigenlijk wat voor mensen? Bewoners van Utrecht, maar hebben jullie een buurtfunctie? Nou, mensen komen wel uit heel Nederland naar ons toe. Oké. Okay. Dus die weten ons wel te vinden. Ja. Maar, En wat hebben jullie ze te bieden? Een laagdrempelig podium. Waar je nieuwe artiesten, de artiesten van morgen kunt zien, ontdekken. Wij zien echt onze plek in de keten, zeg maar. Ja. Van thuis onder de douche zingen naar een vol stadion. Ja. En waar, op welke plek in die keten zitten jullie dan? Wij zijn wel klein, dus je gaat waarschijnlijk... Van de douche naar de Cargador? Of zit er nog iets tussen? Nou, er zit al het café, café en een huiskamer tussen. En een bruiloft. Ja. En dan naar de Cargador. Die bruiloft hebben we net gehoord. Ja, precies. En dan bij ons. Ja. En dan kan je bij ons een paar keer komen en een paar keer oefenen. Wij staan heel erg open voor de nieuwe ideeën. Ja. Soms wordt het idee... soms werkt het niet. Prima, dat kan bij ons. Je kunt het bij ons oefenen. Maar soms werkt het ook zo goed dat wij hebben een werfkelder voor 72 mensen. Ja. Soms is er te veel publiek. En dan moet de organisatie, de artiest, weer groeien naar een groter podium. En dat is onze rol, dus dat is ook prima. En zo, dan is dat Schouwburg eventueel? Nog een stapje ertussen, denk ik. Maar wel, uiteindelijk? Ja. Ja, ja, dat kan. Ja. Dus jullie bieden een podium aan artiesten op cultureel vlak om daar vlieguren te maken, ervaring op te doen. Ja, en dat kunnen ook gevestigde namen zijn. Die hebben we ook vaak over de vloer. Die een try-out willen doen. Ja, ja. Zo, ja. Ja. En dat altijd met publiek. Altijd met publiek. Ja. En die hebben we niet, want het is stil. Ja, precies. Ja, dus die missen we. Ja. Maar komen die artiesten nog wel langs? Die artiesten komen wel langs. We hebben 2 dagen geleden hebben we de eerste show gehad. Een doorloopshow. Ja. Dat is verliesgevend. Want er kunnen maar 14 mensen in de ruimte. Maar wij willen publiek over de vloer hebben. Ja. En de artiesten van Piekeren die willen gewoon optreden. En het publiek, ook al zijn ze maar met z'n 14e, die willen ook weer wat doen en wat ervaren en wat beleven, zeg maar. We hadden een doorloopshow bedacht dat je op de begane grond binnenkomt. Ja. Daar een showtje hebt van 20 minuten muziek. Dan naar de werf gaat. En dan weer een showtje hebt. En dan bij de werf weer naar buiten gaat. En dat was hartstikke leuk. Succes. Ja. Dus dat gaan we nu elke maand doen. Totdat we weer wat meer mensen voluit in huis kunnen. Mogen hebben. Ja. Je zegt ook, we werken met 40 vrijwilligers? Ja. Ja. En die zitten in alle... Dat zijn werkende mensen. Mensen die met pensioen zijn. Mm-hmm. Jong, oud. En ja. En die vinden daar hun plek. Dus dat is ook echt wel een ding waar wij voor staan, zeg maar. Echt een maatschappelijk centrum. Ja. Ja. Hoe kijk jij nu naar de toekomst? Nou, wij zijn heel trots om te zeggen dat we financieel gezond zijn. Dus wij rennen het tot 1 januari. Ja. Jullie zijn niet gesubsidieerd? Wij zijn ongesubsidieerd, ja. Ja. Nou, dan moet je echt met luide trom van je laten horen. Ja, ja, dat zeg ik ook meestal wel in zin 3 al wel. Maar goed, het komt niet ter sprake. Daar zijn we heel trots op. En we hebben de afgelopen jaren hard gewerkt. Veel geld verdiend. Of geld gespaard, zeg maar. Ja. Maar straks per 1 januari is het wel op. Oké, dus dan... de buffer duurt nog een half jaar, ruim een half jaar. En is het klaar. Dus voor onze sector is dat ruim. Hè? Ja, dat is heel gezond. We zijn heel gezond. Maar we willen door, want we bestaan al 62 jaar en dat willen we. We willen door. Dus ik ben heel tevreden met de steun van de Rijksoverheid tot nu toe. Ja, maar ik hoor een maar. Maar nu wordt het tijd om
nou ja, een eerlijke verdeling te hebben. En, een eerlijke verdeling? Ja. En hoe zou die eruit moeten zien? Nou, heb je vast over nagedacht? Natuurlijk. Ja. En ik ga een paar dingen niet noemen, want die zijn al heel veel genoemd hier. Dus dat we hoeven niet altijd hetzelfde te zeggen. Maar het is gewoon, nee, maar niet iedereen kijkt de hele tijd, hè? Nou, er gaat heel veel geld naar bijvoorbeeld de KLM. En als je kijkt naar de economische invloed die de KLM heeft of de culturele sector, daar zit daar best wel een verschil tussen. Daar werken 300.000 mensen in onze sector. 300 miljoen is wel heel erg weinig. Ik kan niet tot 300 miljoen tellen. Mm-hmm. Het is heel veel geld. Maar voor een hele sector is dat belachelijk. Ja. Nou ja, we horen natuurlijk de hele tijd. Het is het eerste uur dat ik hier zit. Maar ik heb al zoveel ook inzicht gekregen in hoe enorm de keten is. Wat er allemaal schuil gaat achter wat je normaal gesproken alleen op het eerste gezicht zo ziet. Ja, en het is heel erg jammer dat wij een minister hebben die ons vertegenwoordigt. Die dat ook eigenlijk pas sinds 2-3 dagen weet. Mm-hmm. En dat is iemand die voor onze cultuur, voor onze sector moet staan. En dat doet ze te weinig, vind ik. Dus nu actie. Nu actie? Ja. En anders? Wij overleven wel, want wij bedenken wel wat anders. En hoe, dat weet ik niet, daar zijn we mee bezig. Maar er gaan heel veel, je kunt onmogelijk die hele sector naar de kloten laten gaan. Die mensen die gaan dan allemaal een uitkering aanvragen, dus dat kan ook niet. Kost ook geld? Dat kost ook geld. Ja, kan je beter... Nou ja, als 75% van de sector het zonder subsidie doet, want zoveel is het wel ongeveer. Ja. Ondersteun die. Kijk of die kunnen blijven bestaan. Zonder dat deel, zonder die hele keten, zonder de kleine podia, dan is er ook niks meer voor die grotere podia. Ik hoor net dat de minister zit te kijken. Je kan nu tegen haar praten. Daar is de camera, of dat is de telcamera. Kan jij, ja? Je kan nu, ja, brandt, je kan nu tegen haar praten. Nou, goedemiddag, minister. Ik zou het heel fijn vinden als u voor ons gaat staan, voor de culturele sector. En zorgt dat de hele keten kan blijven bestaan. En zorgt dat u met uw overheid, zeg maar, eerlijk het geld gaat verdelen. Heel dat goed. Een eerlijke verdeling van het geld. Ja. Voor hoeveel mensen? Bij de Cargador zitten 40 vrijwilligers en 4 betaalde krachten. Maar wij hebben heel veel organisaties die wekelijks of maandelijks bij ons organiseren. En daar wil ik ook voor. En dat zijn tussen de 90 en 100 mensen. Tussen de 90 à 100? Ja. Ja. 95? Ja, is goed. Zullen we daarop neerzetten? Goed. Dankjewel, Maarten. Heel veel succes en heel veel plezier ook vooral met jullie mooie centrum. Dankjewel. Leuk om hier te zijn. En ik ga even tekenen. 95, hè? 95. Ja. Ik Kar ga door. Ja, is niet. Fijn dat je hier was. Dankjewel. Terug naar de gracht. Ja, dankjewel.